Het is 1 uur. Dit is Het Journaal met Annelies van Herk. Goedemiddag. Verontrustend nieuws uit Italië. Daar zijn twee mensen die niet in China geweest zijn gestorven aan het coronavirus. Bij 34 andere Italianen is het virus vastgesteld, allemaal in het noorden van Italië. 7 in de regio Veneto, de andere in Lombardije. In Lombardije zijn meteen drastische maatregelen genomen. Daar moeten de inwoners van de stad Codogno en een aantal omliggende dorpen binnenblijven. Metterà in campo una serie di iniziative immediatamente con l'obiettivo di circoscrivere questa epidemia. Tra queste iniziative c'è chiaramente la sospensione in quell'area di tutte le manifestazioni pubbliche di qualsiasi natura esse siano, la sospensione delle attività commerciali ad esclusione di quelle di pubblica utilità. Zo'n 50.000 mensen in en rond het stadje Codogno in Lombardije wordt gevraagd binnen te blijven, want daar situeren zich de meeste besmettingen. In het ziekenhuis ligt een man van 38 die was gaan eten met iemand die in China was geweest. Die was er erg aan toe, maar zou intussen aan de beter hand zijn. Zijn vrouw en vrienden van hem zijn intussen ook ziek geworden. Paziente 1, la moglie, diciamo l'altra persona che sempre di un'età attorno ai 40 anni che con lui aveva un legame perché andava faceva parte dello stesso gruppo podistico e poi invece gli altri tre che hanno un'età molto più avanzata tra i 70 e gli 80 anni si è individuato nell'investigazione un legame e sostanzialmente tutti frequentavano lo stesso bar. Onder de besmettingen zijn er intussen ook dokters en verplegend personeel van het ziekenhuis. Hun collega's zijn in quarantaine geplaatst, samen met 160 personeelsleden van Unilever, collega's van de patiënt. La prima unità mobile si è recata presso l'Unilever e ha iniziato a fare i tamponi a 120 dipendenti dei 160 che lavorano presso l'area ricerca e sviluppo e questi tamponi sono in fase di processazione. In Codogno, waar de inwoners zouden moeten binnenblijven, is de angst voor het virus groot. È preoccupata della situazione? Moltissimo! Però noi abbiamo un'età, abbiamo paura, sì. Io ho 76 anni, ho paura, sì. Non lo so, sono da solo pure. Non so cosa fare. De Italiaanse regering buigt zich intussen over bijkomende maatregelen. Stevige maatregelen in Lombardije alvast. Ze lijken op wat de Chinese autoriteiten gedaan hebben voor de stad Wuhan, waar het nieuwe coronavirus voor het eerst opdook. Dorpen of steden in lockdown zetten is niet overdreven, zegt hoogleraar microbiologie Herman Goossens. Zeker nu blijkt dat het virus snel en gemakkelijk mensen besmet. Lijkt er inderdaad op dat iemand die geen symptomen heeft, toch het virus kan doorgeven? Dan is de volgende vraag. Speelt dat een grote rol in de verspreiding van het virus of niet? Als dat niet zo is, dan hebben we geluk en dan zal het waarschijnlijk geen pandemie worden. Als deze mensen die geen symptomen hebben toch bijdragen tot de verspreiding van het virus, dan denk je dat het risico op een pandemie toch aanzienlijk zal toenemen. Maar van zo'n pandemie, een wereldwijde epidemie, kunnen we niet spreken momenteel. Maar laten we eens kijken hoe het zit met de wereldwijde verspreiding. Officieel staat het aantal besmettingen nu op 78.000. In China, waar het allemaal begon, raken minder en minder mensen besmet. Dat is goed nieuws. Maar in andere landen zien ze meer en meer besmettingen. Zuid-Korea bijvoorbeeld meldt honderden nieuwe zieken. De maaltijden voor besmette patiënten in een Zuid-Koreaans ziekenhuis worden uit voorzorg naar boven getakeld met een touw. Hier zijn meer dan 100 mensen opgenomen. 2 van hen zijn overleden. De meeste zieken zijn lid van een christelijke sekte in de stad Daegu. De kerk is intussen leeg. Tot enkele dagen geleden kwamen hier duizenden mensen samen en dat baart buurtbewoners zorgen. Ik ben bang dat
Veel inwoners van de stad Daegu laten zich intussen testen. En ook elektronica-gigant Samsung sluit een fabriek in de buurt nadat een werknemer positief testte. Ook in het naburige Japan worden nieuwe besmettingen gemeld. Daar testte een lerares positief nadat ze op school onwel was geworden. Iran meldt dan weer 10 nieuwe besmettingen en verbiedt alle pelgrimstochten naar buurland Irak. De Wereldgezondheidsorganisatie maakt zich intussen zorgen over het aantal mensen dat besmet raakt zonder dat ze recent in China zijn geweest. The cases we see in the rest of the world, although the numbers are small, but not linked to Wuhan or China, it's very worrisome. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie worden de volgende weken cruciaal. Vrienden, laat uw stem horen! De musical rond de historische figuur Daan steekt in een nieuw jasje. We gingen naar de première gisteravond. Straks krijgt u het verslag. Eerste vakantieuitocht op de luchthaven in Zaventem. Die loopt wat moeizaam. Reizigers moeten geduld hebben. Tot anderhalf uur moesten reizigers wachten vanmorgen om door de grenscontroles te geraken. De luchthavenpolitie houdt nog altijd stiptheidsacties. En net vandaag is er ook nog eens een technisch probleem met de elektronische poortjes. 4 uur te vroeg en eigenlijk 5, omdat ik zelf wat twijfelde over de toegang tot de luchthaven. Om helemaal zeker te zijn dat ik op tijd zou zijn. Normaal ging ik vertrekken om 10 uur en ik ben vertrokken om 9 uur. Ik ben ook hier met 3 kindjes. Dus, Ik heb gezien in de uitzending van tv gisteren dat er dames zeiden van 1 uur en zelfs 2 uur. Dus beter een koffietje meer drinken. En het mag in de vertrekhal dan wel gezellig druk lijken. Deze amateurbeelden tonen de lange wachtrij vanochtend bij de grenscontroles. De luchtvaartpolitie controleert ook vandaag volgens het boekje. Ze willen zo aantonen dat er extra personeel nodig is om hun werk grondig te doen. Het is natuurlijk een manier om een impact te hebben en hopelijk zoiets in beweging te krijgen, ergens al begrijp. Maar het is jammer natuurlijk als je vakantie wilt verstrekken. En ik vind het een beetje niet sympathiek om die dag hier te gebruiken voor zo'n actie te nemen. Maar ik versta wel de actie dat zij nemen. Deze vakantieperiodes hebben een piek, 40, 50, 60, 70.000 passagiers per dag. En dan wordt het heel moeilijk om ons werk te kunnen doen. En daarom hebben we nu dringend nood aan personeel om ons werk tijdens die vakanties te kunnen doen. De mensen willen absoluut geen zomers meer zoals vorig jaar. Komt daar nog bij dat er ook problemen waren met de elektronische poortjes waar de passagiers door moeten. De wachttijden liepen daardoor op tot 1,5 uur. De technische problemen zijn intussen opgelost. Maar de stiptheidsacties van de luchtvaartpolitie duren nog de hele krokusvakantie. Het is niet gelukt gisteren op de Europese top in Brussel. Er is geen akkoord over de Europese begroting. Een tegenvaller voor Charles Michel, die als Europees president de onderhandelingen leidde tussen de 27 lidstaten. Er moet zo'n 1.100 miljard gevonden worden, maar 4 landen weigeren om meer te betalen. Europees president Michel kon gisteravond na een hele nacht en een dag onderhandelen geen goed nieuws brengen over de Europese meerjarenbegroting. Hij legde wel nog een tekst op tafel, maar de verschillen tussen de 27 lidstaten bleken te groot. It's a very difficult negotiation, especially after Brexit and the gap between 60 and 75 billion euro. We have worked very hard in order to try to reconcile the different concerns, the different interests, the different opinions around the table, but we need more time. De meeste landen willen een ambitieuze Europese begroting. Maar Zweden, Denemarken, Oostenrijk en Nederland, die zichzelf de 4 zuinige landen noemen, willen niets extra betalen voor de Europese Unie. En daar blijven ze bij. Wij vinden dat wat wij nu betalen prima is. Hè? Dat is nou niet prima, het is een hoop geld, maar oké, dat hoort erbij. We zijn ook bereid dat te laten stijgen met inflatie en te laten stijgen met de economische groei. Dan komt er echt een hoop geld bij nog eens een keer. Maar we vinden ook dat het dan ook mooi is. Vanaf het moment dat u een heel harde positie neemt in het begin van een onderhandeling, maakt het heel moeilijk.
Zeker als de situatie al heel moeilijk is. Een akkoord is nodig om geld te voorzien voor bijvoorbeeld klimaat, grensbewaking of landbouw. Charles Michel zal dus een nieuwe top moeten bijeenroepen. Comme le disait ma grand-mère, pour réussir, il faut essayer. Een van de struikelstenen was het verzet van vooral Zuiderse landen tegen lagere subsidies voor de landbouw. Ook de Franse landbouwers vinden dat onaanvaardbaar. Dat maakten ze vanochtend nog eens duidelijk aan de Franse president Macron bij de opening van de jaarlijkse internationale landbouwbeurs in Parijs. De Franse boeren hebben voldoende steun nodig, zeggen ze. Zeker nu de milieuregels alsmaar strenger worden en er Amerikaanse importtarieven gelden op Franse wijn onder meer. En nog kopzorgen voor Macron, want wie af en toe in Frankrijk komt, kan er niet naast kijken. De dorpscafés, de bar tabac, die overal leeg staan. De typisch Franse cafés met kranten of tabakswinkel sluiten één voor één de deuren. Met als gevolg dat er in veel dorpen geen specifieke plek meer is om bijeen te komen en een praatje te slaan. Er lopen nu projecten om opnieuw dorpscafés te openen. Dit is Congrier, een dorp in de Loire-streek West-Frankrijk. Hier was een bar tabac, maar die sloot in december 2018 en sindsdien was er niets meer. Maar nu is er opnieuw beweging. Een koppel begint hier een café, gesteund door de lokale overheid. Enfin, c'est les gens de la commune qui demandaient un commerce en fait, qui demandaient parce que un café c'est un lieu de regroupement de personnes pour discuter tout ça donc. Les gens demandaient ça à Congrier. Il y aura un café, le snack, il y aura un relais poste, il y aura un coin épicerie. De nieuwe uitbaters hoeven 6 maanden geen huur te betalen en de gemeente financiert 10.000 euro voor renovaties. Want in deze kleine dorpen is een café meer dan een plaats waar je gewoon iets kan drinken. On a besoin d'un lieu de convivialité, d'un lieu où tous les habitants puissent se retrouver. En ook de bewoners zien het zitten, zo'n nieuw café. Je suis super content, oui. C'est pas pareil, c'est génial parce que dans les petites bourgs comme ça, il nous faut des petites activités. De typische dorpscafés en winkeltjes verdwijnen in Frankrijk. Meer dan de helft van de gemeentes heeft er geen meer. De organisatie SOS wil dat veranderen en wil er dit jaar alleen al 100 extra openen over heel Frankrijk. Même que l'évolution démographique n'est plus dans le fait de quitter les villages pour se ruer vers les grandes villes, mais plutôt l'inverse depuis déjà quelques années. La question est de savoir comment fait-on pour faire en sorte que les villages puissent accueillir à nouveau toutes celles et ceux qui ont envie de vivre différemment dans ces petits villages. Als er goedemiddag in het voetbal gaat het nu allemaal om die plaatsen in play-off 1. Ja. De laatste rechte lijn is ingezet. Ja, kan je wel zeggen. Hè. Nog 4 wedstrijden en dan zit het erop. En voor Kortrijk en Genk zijn het er zelfs nog 3. Want zij speelden gisteravond al hun wedstrijd van de 27e speeldag. Het werd een partij waar Kortrijk in grote delen van de wedstrijd baas was, maar uiteindelijk toch verloor. Genk boekte een dus gevleide, maar broodnodige zege en blijft zo in polepositie voor het laatste play-off 1 plaatje. Pas halfweg de eerste helft krijgen we een doelkans en die is voor Kortrijk. Een Boyo legt af voor Le Puy, maar die stuit op Didion. Kortrijk is de betere ploeg. De Saar met de voorzet, Le Puy staat vrij en een alweer uitstekende Didion kan er al bij al makkelijk bij. In het begin van de tweede helft vindt de scheidsrechter dat Kortrijk geen strafschop verdient wanneer een Boyo neergaat in de 16. Dan was het kant op punt in de wedstrijd. Wat denk jij dat kant op punt was? Penalty fout op een Boyo. Ja, voilà. Op het veld dacht ik direct van ja, die moet op de stip. De West-Vlamingen blijven voor gevaar zorgen. Golubovic zet goed voor, maar een Boyo mist voor een open goal. Petit Pelé, de kleine Pelé is zijn bijnaam. De grote Pelé had deze misschien wel gemaakt. Even later is het aan Genk. De voorzet is van Lukumi en Dries Wouters maakt het mooi af met een volley. Tegen de gang van het spel in komt Racing Genk op voorsprong. De Limburgers hebben hun vertrouwen getankt. Onuachu wil lobben, dat lukt niet. En ook uit een hele scherpe hoek kan hij niet scoren. Didion schrikt zich nog te pletter wanneer hij bijna met de bal over de lijn gaat. Het blijft 0-1, Genk heeft play-off 1 binnen handbereik. The players brought us to a position now with 10 points after we started again in January. That it's in our hands and that makes me proud. It's in the middle of the way and not at the end.
luck for the next game. Thank you. Ja, dit is de stand. Genk blijft dus sowieso zesde. En het wordt uitkijken naar wat de concurrenten doen natuurlijk. Tot en met Moeskroen op plaats 10 kan het nog. Al kijken we vooral naar Anderlecht, dat zondag tegen Eupen speelt. Naar Zottewaregem, dat vanavond naar Oostende trekt. En uiteraard ook naar de dichtste belager van Genk. KV Mechelen, Malinois ontvangt straks Waasland Beveren. En die wedstrijd achter de kazerne trekt niet alleen om sportieve redenen de aandacht. Want het was dezelfde affiche die een hoofdrol speelde in het grote voetbalschandaal. In de zogenaamde operatie Propere Handen. Al is die hele zaak van intussen 2 jaar geleden nu echt wel geschiedenis. Zo klinkt het tenminste, zowel in Mechelen als in Beveren. Dat is goed, 5 keer. Kom op, joh. KV Mechelen, Waasland Beveren, de belangen zijn groot. Malinois wil naar play-off 1, Waasland Beveren wil vooral niet naar 1B. Dat wordt dus met het mes tussen de tanden. Ja, ik denk voor beide clubs. Hè. We spelen voor ieder zijn doel. Maar dat wordt een heel geladen wedstrijd. Zowel voor Beveren als voor ons, met ieder zijn eigen visie. Maar het zal inderdaad een pittige wedstrijd worden. Tel daar dan nog het verleden bij en je weet dat dit een affiche is met een verhaal. De hele zaak rond de matchfixing ligt nog maar 2 jaar achter ons. Joachim van Damme en Rob Schoofs stonden toen op het veld. Nee, daar zijn we eigenlijk nu niet meer mee bezig. Ik denk dat ik de enige ben, want toen Joachim stond aan het andere kamp toen. Maar we hebben een heel nieuwe groep die al heel veel successen heeft gehaald. En we zijn bezig met ons project nu en we kijken alleen naar de toekomst. Die straffen zijn uitgesproken voor de mensen die aan daar wel of niet iets mee te maken hadden. Dus daar kijken wij al lang niet meer naar. Wij proberen gewoon ons sportief te focussen op die wedstrijd en naar ons doel toe te werken. Ik denk aan de mensen in Beveren juist hetzelfde doen. Dat is ook zo. Bij Waasland Beveren willen ze alles achter zich laten. We hoeven echt niet met een vergrootglas naar die wedstrijd kijken. Als we naar de wedstrijd kijken, kunnen we tientallen items eruit halen en zeggen van is dat normaal of is dit normaal. Ik denk dat wij gewoon moeten werken, daar niet aan denken als club. Vooruitdenken, de spelers moeten daar zeker van behoed worden. Dit is een gewone wedstrijd voor ons van de vier. Een van de vier die wij moeten punten halen en dat is het enige opdracht. Van één zaak kan iedereen zeker zijn, cadeaus worden er niet gegeven. En de belangen zijn voor allebei groot. Hè? Dus het is maar best ook, hè, want anders kunnen ze weer van alles beginnen te denken. Dus het is misschien wel best dat voor alle twee nog iets op het spel staat. Er is vanmorgen een figuurlijke bom ontploft in de biathlonwereld. De Italiaanse politie is vanmorgen binnengevallen in het hotel van de Russische biatleten. Die zijn in het noorden van Italië aan de slag op het wereldkampioenschap. De inval zou te maken hebben met een dopingonderzoek naar wereldkampioen Alexander Loginov. Hier in beeld en naar een verzorger van hem. Loginov won afgelopen weekend de sprintcompetitie op het WK. Hij zat tussen 2014 en 2016 al een dopingschorsing uit, omdat hij toen EPO had gebruikt. En een stunt van je welste gisteravond in het basketbal. Onze Belgische mannenploeg begon aan de kwalificaties voor het EK van volgend jaar. En klopte op de eerste speeldag meteen de groepsfavoriet, Litouwen. 86-65 werd het. Ook nog eens een fraaie score. Dat geeft vertrouwen voor de tweede opdracht maandag in Denemarken. Het bezoekende legioen is enthousiast. Basketbalgrootheid Litouwen is duidelijk favoriet als nummer 8 van de wereld. België is 39ste, maar de eerste score is voor de Belgian Lions met een driepunter van Jean-Marc Mbeuma. Knap gedaan. En de driepunters vliegen vlot binnen bij de Belgen. Jonathan Tabou nu. Zo bouwen de Belgen aan een mooie kloof. Ook omdat de Litouwers veel missen en slordig spelen. Motte Jonas toch eens. Een man met ervaring in de Amerikaanse NBA. Nu speelt hij in China. Heel wat toppers zijn afwezig trouwens bij Litouwen, maar de Belgen missen ook een paar pionnen. In elk geval, het gaat goed. Na het zoveelste balverlies op Bassohan met de dunk. Het publiek wordt verwend. 37 punten voorsprong voor de Belgen. 68-31. Ongelooflijk. Spelenderwijs houden de Lions stand. Jonathan Tabou, heerlijke score. En wat een pas van Obasohan, blind naar een Wema. Nog een driepunter. De Belgen houden de tegenstand op afstand, ook al komen de Litouwers nog wel dichterbij. België blijft vlot scoren en wint met 86-65. De Belgian Lions nemen een droomstart in de EK-kwalificatie.
De atletiekwereld is sinds gisteren een wereldrecordrijker in het hinkstapspringen. Meer bepaald is een prestatie van de Venezolaanse Yulimar Rojas op de indoor atletiekmeting in Madrid. Bij haar laatste poging komt Rojas 15 meter en 43 centimeter ver. Dat is 7 centimeter verder dan het vorige record uit 2004. Rojas is 24 en zowel indoor als outdoor regerende wereldkampioene in het hinkstapspringen. En ze kan het duidelijk niet geloven. Ja, mooie beelden. En dan nog om af te sluiten, een heerlijk verhaal in de marge van het Engels voetbal. Een jongen van 10 die hevig supporter is van Manchester United, kon niet langer aanzien dat grote rivaal Liverpool zwaar op weg is om kampioen te worden. Hij schreef daarom een brief aan Jurgen Klopp, de trainer van Liverpool, en die gaf ook antwoord. Liverpool are winning too many games. If you win 9 more games, then you have the best unbeaten run in English football. Being a United fan, that is very sad. So the next time Liverpool play, please make them lose. You should just let the other team score. I cannot answer all letters what I get over the day, and I get a lot. And it was just nice. It was nice. It was cheeky. We had time that day, so I read the letter and I replied. So I appreciate you getting in touch. Unfortunately, on this occasion I cannot grant your request. Not through choice anyway. As much as you want Liverpool to lose, it is my job to do everything that I can to help Liverpool to win, as there are millions of people around the world who want that to happen. So I really do not want to let them down. Good on you, well done. Ja, ik vrees dat hij zijn goesting niet zal krijgen. En met wat geluk volgende week ook de uitschakeling van Manchester United. Meer traantjes in het voordeel van Brugge dan. Ja, het is wel goed geprobeerd van die. Ja, absoluut, absoluut. Dan zuster en Fom. Zijn allemaal gelijke, hebben stemmen net als zij. Vrienden, laat uw stem horen. De stem voor alle dans. Op dans, op dans. De stemmen wij op dans. Zij Christen ons nog meer. 12 jaar na de eerste musical rond Priester Daans is een nieuwe versie van de musical in première gegaan. Gisteravond bij Studio 100 in Puurs. Het is ook een echte Studio 100-beleving. Een spektakel vol emotie en technische hoogstandjes. Priester Daans leefde in de tweede helft van de 19e eeuw. Hij nam het op voor de uitgebuite textielarbeiders in Aalst. Als Christus ons leert dat het een plicht is met iedereen, zonder onderscheid van rang of stand, te delen wat je hebt. Als hij het weinige eten dat hij heeft weggeeft aan wildvreemden, waarom geldt deze plicht dan niet voor de Belgische burgerij tegenover de massa's armen die hen niet onbekend zijn, integendeel, die voor hen werken? Daans was een iconische figuur die ervoor gezorgd heeft dat de arme mensen een beter leven kregen, dat die ook stemrecht kregen, dat de vrouwen ook mochten gaan stemmen uiteindelijk. Hij heeft het tot in het parlement gebracht. Daans is verkozen! Daans is verkozen! Ik zit, broer, is het gelukt? Ik zit in het parlement. Ik zit verdomme in het parlement. De grote theaterzaal leent zich prima tot massascènes, maar de publiekstribunes kunnen ook rijden tot vlakbij een klein tafereel. We zitten in een enorme zaal en we kunnen gigantische ruimtes creëren, open vlakte. Maar tegelijkertijd kunnen we ook zeer intiem gaan en komt het publiek, zitten we bijna letterlijk op hun schoot, komen ze zo dicht dat je echt in mekaars ogen kan kijken. Wat een ongelooflijke sensatie is, ook voor ons. Dat is toch wel redelijk ongezien hier in Vlaanderen. Leef uw leven even vrij, volledig vrij. Leef in de droom. Ik zweef het leven hier. Scholies! Daans loopt nog tot februari volgend jaar. Er zijn al 200.000 tickets verkocht. Voor wie de politieke week nog eens wil herbeleven, is er Villa Politica. Dat is na het veldrijden hier op 1. We begonnen vanmiddag met draconische maatregelen in enkele Noord-Italiaanse dorpen na 2 coronadoden.
Fijne zaterdag nog. Heel graag tot vanavond. La sospensione in quell'area di tutte le manifestazioni pubbliche di qualsiasi natura esse siano, la sospensione delle attività commerciali ad esclusione di quelle di pubblica utilità. È preoccupata della situazione? Moltissimo! Però noi abbiamo un'età, abbiamo paura, sì. Lijkt er inderdaad op dat iemand die geen symptomen heeft, toch het virus kan doorgeven, dan denk je dat het risico op een pandemie toch aanzienlijk zal toenemen. The cases we see in the rest of the world, although the numbers are small, but not linked to Wuhan or China, it's very worrisome.